Saimak, ja! Dat is geen moeilijke keuze voor mij, omdat ik altijd heb gezegd van mocht ik het niet naar mijn zin hebben of wat dan ook, dan wil ik altijd, mijn eerste optie zou altijd Zwolle zijn. Ik had ook andere opties om voor te gaan kiezen, alleen ja, ik wilde graag terug naar Zwolle. Dus vandaar dat het geen moeilijke keuze was om hier contact te maken met de mensen. Ja, wat heb je gemist hier? Alles eigenlijk. De mensen, het voetbal, de trainingen. Het is misschien een beetje raar om te gaan zeggen dat je de trainingen mist. Want een voetballer wil liever wedstrijden spelen. Natuurlijk, dat wil ik ook. Alleen ja, zelfs de plezier in de trainingen en na de training grapjes maken en dat soort dingen. Dat heb ik de afgelopen jaren ja, weinig tot niet gedaan of minder plezier gehad. Dus daarom ben ik wel blij dat ik uiteindelijk weer terug ben bij Zwolle. Ja, kun je eens omschrijven dan wat Zwolle dan wel heeft en ja, de club waar je vorig jaar zat niet? Ja, hier is gewoon iedereen een hechte groep. Je sluit niemand buiten. Ik bedoel, je hebt geen groepjesvorming. Tuurlijk heb je wel die jongens bijvoorbeeld die kaarten. En je hebt ook een groep jongens die hier andere dingen doen met elkaar. Maar ik bedoel meer in de zin van ja, echt groepjesvorming in de zin van ja, negatief. Ik bedoel dat ze zeg maar... Laat ik een voorbeeld geven. De Turkse jongens aan de ene kant. De buitenlandse jongens aan de andere kant. De jongere jongens weer in een andere groepje. Het is zeg maar echt een groepsvorming. En hier is gewoon een mix van elkaar. Als iemand wil gaan kaarten, gaat hij kaarten. Dat is gewoon een voorbeeld. En dat was daar gewoon echt even anders. Hoe is je afgelopen jaar geweest? Ja, afgelopen jaar? Ja, niet best. Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik heel doodongelukkig was daar in Turkije. Het was natuurlijk geen goed seizoen voor mij. Ik heb volgens mij in totaal 15 officiële wedstrijden gespeeld. Waarvan 3-4 met inclusief beker in de basis. Dus ik heb weinig minuten gemaakt. Die andere waren allemaal invalbeurten van 10 à 15 minuten maximaal. Dus het was geen best seizoen voor mij, ook in de statistieken niet. Maar dat kwam gewoon meer ja, dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik kreeg niet het vertrouwen daar die ik hier wel heb gekregen. En ik ben wel een speler die als je vertrouwen krijgt, dat ik gewoon maximaal uit mezelf kan halen. En dat heb ik daar wel echt gemist. Daar was ik gewoon een speler, zoals iedereen daar, gewoon een jongen die erbij zit. En hier voelde ik me gewaardeerd al die tijd dat ik hier heb gezeten. Dus daardoor kon ik niet echt mijn stempel daar zetten. Forceerde ik meer dingen. Acties mislukten omdat ik te graag mezelf wilde laten zien om te gaan spelen. En dat was mijn fout denk ik de afgelopen jaar. Om zeg maar te veel willen te doen. En dat ik daardoor zeg maar heel veel foute dingen heb gedaan. Wat ik normaal gesproken niet zou doen. Hey, je ging je weg als topscorer in een goed seizoen. En afgelopen jaar kan er veel gebeuren, zo zie je maar weer bij PEC. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ik ben hier weggegaan als topscorer. Ja, dat was gewoon echt een goed jaar van mij, maar ook namens het team hebben we een goed seizoen gedraaid, buiten de tweede seizoen zelf dan. Ja, daarom ben ik ook gewoon teruggekomen om zeg maar weer ja, belangrijk te zijn voor het team, voor de stad. Want PEC is sowieso mijn club geworden. Ik bedoel, ik ben in Deventer geboren en opgegroeid. En daar woonde ik nog steeds destijds toen ik hier voetbalde. Maar ik heb nu ook een beslissing genomen om gewoon in Zwolle te gaan wonen. Een huis te gaan kopen hier of een huis te gaan huren. Dat is voor mij beter. Ook omdat de kids nu op een leeftijd zijn dat ze op school naar school moeten gaan. Dan kan ik gewoon hier... om de hoek een school vinden voor hen. Dus ja, ik ben hier eigenlijk met de intentie gekomen om weer een topseizoen of topseizoenen te maken en dat ik weer zeg maar en de club kan helpen en dat ik mezelf ook weer verder kan ontwikkelen. Ik ben nu 26. Het moet nu echt een jaar voor mij zijn of jaren voor mij zijn dat ik zeg maar op mijn top van mijn carrière moet zijn. En daarom wilde ik niet stil gaan zitten in Turkije. Dus vandaar die keuze dan om terug te komen. Ja, hoe ben je ontvangen vandaag? Ja, heel veel nieuwe gezichten moet ik zeggen. Ik ken 3-4 jongens waarmee ik toen nog heb samengespeeld, de rest is allemaal nieuw. Maar ik ben heel positief en heel goed ontvangen. Had ik ook niet anders verwacht eigenlijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Alleen de mensen zeg maar eromheen, buiten het team, die zijn nog allemaal hetzelfde, zo goed als. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik heb iedereen even gegroet die ik heb gezien. En ze zijn allemaal blij dat ik ook weer terug ben. Ben je fit genoeg voor zondag? Of ik fit genoeg ben voor zondag? Ik heb zeg maar tot 6 augustus heb ik getraind. De voorbereiding meegedaan, dus ik heb een maand heb ik getraind in Turkije van 6 juli tot 6 augustus. Toen heb ik het nieuws gekregen dat ik niet meer bij de selectie mocht zijn omdat ik moest vertrekken. Dus sinds 6 augustus tot aan nu 23 augustus heb ik niet getraind, met de groep tenminste. Ik heb wel voor mezelf getraind. Dus ja, maar dat kan je niet vergelijken met de groepstraining natuurlijk als je in de fitness voor jezelf gaat trainen.
Voor mijn gevoel ben ik nog niet topfit, maar dat is ook logisch. Maar ik heb vandaag wel getraind met de groep. Morgen ga ik mee trainen. En als alle papierwerk in orde is, zit ik bij de selectie zondag. Maar nu gewoon weer lekker terug bij de club waar je hoort. Ja, waar ik hoor. Ja.